Wat mogen wij Brabanders trots zijn op onze mooie natuur. Wist je dat zo'n 14 keer per dag, 5000 keer per jaar, er ergens in de Brabantse natuur afval wordt gedumpt? Van plastic verpakkingen tot aan oude bankstellen en zelfs drugsafval. En daarom moeten er goede afspraken gemaakt worden met gemeentelijke milieustraten. Binnenkort start de provincie eindelijk met de campagne Een dumper is een stumper. Ja, om de pakkans te vergroten hebben we meer toezichthouders nodig. En die toezichthouders moeten dan wel 's avonds en 's nachts aan het werk, want dan zijn ook de stropers en dumpers actief. Wij hebben de laatste tijd heel veel boswachters en andere groene handhavers gesproken. En zij vertellen dat ze steeds vaker in gevaarlijke situaties terechtkomen. Ze worden bedreigd, ze worden mishandeld en soms zelfs nog erger. Nou, dat vinden wij als VVD echt onacceptabel. En daarom vinden wij dat die groene handhavers alle uitrusting moeten krijgen die zij nodig hebben om hun werk veilig te kunnen doen. En moet er extra capaciteit beschikbaar gesteld worden voor onze groene handhavers, waardoor zij altijd met z'n tweeën op pad moeten kunnen. Zodat onze Brabantse natuur schoon en veilig blijft en we daar allemaal van kunnen genieten.